Op de Spiegelhof in het Willemskwartier is woensdagmiddag een oorlogsmonument onthuld. Het monument bestaat uit een deel van de buitenmuur van een woning uit de Spiegelstraat. Het monument herinnert aan de burgerslachtoffers die in het Willemskwartier zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, het monument is tot stand gekomen eigenlijk gewoon door een idee van iemand. We hadden een schuilkelderroute door de wijk georganiseerd als wijkraad. En was een wandelroute door de wijk langs plekken waarin je iets kon zien vanuit de oorlog. En een van die plekken was de muur uit de Spiegelstraat, nummer 26. En daar waren duidelijk de sporen in te zien van granaatinslagen. En toen kwam een van ons, Dirk Jan, op het idee om zullen we daar eens een monument van maken? En toen hebben we Portaal gevraagd, willen jullie van die sloopwoning dat stuk bewaren? En dat hebben ze toegedaan. Dus dat heeft heel lang nog in de muur. We zijn natuurlijk heel actief. Ik ben in die zin ook blij dat we nu ook vandaag hier in het Willemskwartier. Het is niet alleen iets van een stadhuis of één groot monument op het Trianusplein. Het is juist van belang dat je in alle wijken van de stad je eigen herinnering kunt koesteren. Vandaaruit kun je ook naar scholen brengen. Ik vind het dus ook heel mooi dat de school hier het monument geadopteerd heeft. We weten uit andere monumenten, denk aan de Oversteek, dat daardoor de herinnering juist bij de jeugd heel erg goed blijft. En als je dat jaar in jaar uit blijft halen, moet je eens denken hoeveel jeugdigen leren wat er gebeurd is in die vreselijke periode in de Tweede Wereldoorlog. En hopelijk houden zij daar ook bij en kunnen dat meegeven naar hun kinderen straks. Van zo moeten we het in ieder geval nooit meer willen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.